Yo, kijkers, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van DW Vissen Team. We hebben net een nachtje gevist en het is echt super goed gegaan vannacht. We zijn helaas vergeten een intro op te nemen, dus vandaar dat we het even de volgende ochtend doen. Ik zie het er niet uit, we hebben er echt een fucking zware nacht op zitten. We hebben goed gevangen. Brammetje, die hier zit lopen, die is zeikens nat. Die heeft namelijk zijn nieuwe record gevangen, die heeft net een emmertje water gekregen. Ja, echt, wat een verhaal, jongens. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Duimpjes omhoog, abonneer voor meer. Laat. Oké, ik was bezig met uitpakken. Alle spullen liggen hier al. Maar we hebben toch besloten terug te gaan naar stek nummer 1 waar andere mensen zitten. En dan gaan we ze gewoon even helemaal naar huis vissen. We hebben aangekomen op de stek. Het water ligt er super rustig bij. Het weer is heerlijk. Luchtdruk 1015. Dat kan gewoon niet beter. Het is wel heel warm aan het worden deze dagen. Dus we hopen dat deze vissen nu deze kom intrekken om te gaan paren. Of in ieder geval zich klaar te gaan maken voor de paai. En als dat het geval is, dan gaan we even lekker vangen vannacht. Yo, alle spullen staan. Dat heeft me een beetje moeite gekost. Ik weet niet of je het kan zien, maar echt zweet het gust over mijn gezicht heen. Ik moest de hele tijd die band van de GoPro op. Mag eigenlijk niet vloeken, maar tering, wat is het heet. Oké, alles is opgebouwd. Ik ga nu de hengels beazen. Zo, we vissen vandaag met de Monster Crab Instant Action 18 mm van Nash. Met erop twee kleine witte pop-upjes. Je kent het wel. Allebei een inline montage, inline systeem. Snowman presentatie, dikke leader erop van ongeveer een metertje. Zijn hier en daar nog wel wat obstakels, dus we willen het sowieso veilig doen. Daar verderop staan twee tenten, concurrentie. En daar verderop staat Bram. Ik weet niet of je het kan zien. Maar ik wil in ieder geval zo min mogelijk lijndruk in het water hebben. Dus of slappe lijn en toplood. Ik zit nog even te twijfelen. Er komen vrij veel boten langs. Dus toplood is sowieso wel handig. Ik ga beide hengels hier in de kom vissen. Het is tijd om ze in te gooien. Aas zit erop. Een paar handen voer erbij. Kind kan de was doen. Sowieso. Zei je toch? Kijk hoe ergens in die lelies zitten. Ja, ik kan helaas niet inzoomen met deze camera. Maar we zien allemaal vissen tussen de lelies. Allemaal spartelen en alle kanten op zwemmen. Happy days. De vissen wordt er helemaal blij van. Dus ik denk dat die binnen een uurtje zou kunnen gaan. Ik heb flink gevoerd. Deze staat er helemaal scherp bij. En bij deze ben ik de achtersteun vergeten. Dus die staat echt super krek hierbij. Een beetje zaad op mijn broek. En kijk, zoals we dachten, je kan... Ik weet niet of je het ziet op de camera. Kijk, daarachter gek in de lelies. Ja, kijk eens, lekker verse burgers. Vers van de pers. Smullen, jongen. Zeg, wat heb jij hier? Noem me burgers. We blijven doorgaan, broodjes, kaas, pils. Niet te vergeten, proost. Lekker slokkie. Mogen we maar van een grote vis vangen, toch? Sowieso, man. Maar proost. Op de grote vissen. We gaan lekker eten. Kijk eens. Zo, kijk. Die begint ergens op te lijken, jongen. Perfect. Zo, hij ging er fucking hard vandoor. Hij zit ver achter in de lelies. Hij is fucking sterk. Ondertussen is er bij onze buren nog iemand bijgekomen. Zo zitten we met zoveel hengels op het kleine stukje. Oh, hij zit echt een beetje vast hoor. Juist. Lekker, hij strijdt. Ik heb het gevoel dat dit best een dikke kan zijn. Maar die kan je al heel gauw hier voor de gek laten houden. Oh, er zit er nog dat kutpaaltje, jongen. Of niet? Ja, hij is fucking groot. Ja, zo, hij is groot, gek, zo. Hij is koude groot, zo. Hij is 25 pond, sowieso. Kijk dan, hij heeft wel één grote beschadiging. Dik over de 20. Hij is fucking groot, gek. Lekker, tik hem aan. Ik zei het, je hebt gaten. 25 pond of zo. Dat kan niet beter. Nou, mooi begin van de avond zo, net naar de burgertjes. Ja. Nou, hier is hij dan. Sowieso de grootste die ik heb gevangen tot op heden. Deze stek op het kanaal. En toen hij ging, hij schoot gelijk vol gas de lelies in.
Ik zei wel tegen Bram, dit moet wel een grote zijn. Hij heeft een immense staart, hij zit een beetje onder de pijwonden. Maar man, wat een beest. Die kop ziet er ook fucking uit. We gaan hem even wegen. Foto's zijn geschoten. En dan gaan we op naar de volgende. Ja, een beetje rechts en midden. Hij is weg van de boog. Doe je slip iets dichter. Schijn even op het water, man. Oké, dames en heren, je ziet het echt heel erg slecht. Maar er zit een vis aan. We kunnen het zelf ook bijna niet zien. Het is super donker. Er zit nog een andere vriend van ons. Die komt er nu aan bij de schepnet. Oké, wacht. Het schijnt goed van erbij op het net. Okay. Zo, hij is fucking dik. Zo. Het is misschien je record. Kijk dan. Zo. Nee, je ziet het bijna niet. Zo, jawel man. Ja, joh. Hij is ook weer boven de 20 pond gewoon sowieso. Ja, maar ik denk boven de 25 pond. Zo, op het kanaal. Wat gebeurt er vanavond, jongens? Lekker, man. Geef eens die camera. Ik ben er nu neer. Zo, gek. Hij is fucking dik. Bram, wat is jouw record? 25 pond. 25 pond. En hier ligt een vis van boven de 25 pond. Misschien wel 30 pond, gek. Op het kanaal. Voor het slapen gaan en fucking veel muggen. Kijk. Zo. Juist, hier is hij dan. Ja, ja. Jongen, wat een bak. We gaan hem even wegen, even mooie foto's schieten. De kwaliteit is misschien ietsje minder. We filmen nu met de GoPro. Met een paar zaklampjes erbij. Hij is fucking dik. Sowieso een emmertje water, gek. Ja, dat wordt morgen een emmertje water. Nou, ja, morgen. Het is wel echt fucking koud nog. Zo, gek. Lekker, we gaan hem wegen. Nee. Wacht, opnieuw. Zo, we hebben een ietsje betere lamp gefixt. En hij is fucking ziek. We hebben hem net gewogen. Hoe zwaar is die? 28 pond. En dat is een nieuw recordje voor jou, hè? Dat was een emmertje water. Maar ja. Dat doen we morgen. Want maar ik moet morgenochtend wel vroeg weg, hè? Dus sowieso voor 10 uur 's ochtends. Ja. Het is fucking koud. Op het kanaal. Nou, wat een feest. Laat hem nog even één keer zien dan. Zo, hij heeft een pens, jongen. Echt een spektakel dit. Normaal gesproken vangen we alleen maar knollen op het kanaal hier zo. Nu worden de 22e van de avond. En een hoog ook. Zo gek. Lekker. Fucking nice. Even foto's schieten en dan mag je terug. Yes. Hey, lekker. Lekker. En je gaat morgen. Ah, fucking kut, nog. Dit zijn echt superveel. Je gaat morgen wel lekker emmertje water krijgen, hè? Ja. Lekker. De eerste nachtstop. Hoe kan het nou weer? Hoe kan het? En we gaan nog twee nachtjes, hè? Ja. Nou, alles een beetje opgeruimd. Het is 12 uur nu. Ik weet niet of ik kan zien. Maar we gaan lekker slapen. Bram ligt in zijn tent. Licht gaat uit. Ik slaap vandaag met mijn schoenen aan. Want ja, die vissen die schieten echt gelijk de lelies in. Dus ik moet er gelijk bij zijn. Dus ja, weet je, het moet maar. Slaap lekker, jongens. Zo. Goedemorgen, dames en heren. Het is 6:30, 6:45. Ik heb lekker doorgeslapen. Komt in één keer Bram aanrennen. Ja. Helemaal chaotisch. Wat is er aan de hand? Nou ja, eerst liep mijn rechter die liep af. Harder praten. Eerst liep mijn rechter die liep af. Hij had nu even een mooie schub in de sling. Gaan we zo een fotootje schieten. Toen liep mijn linker opeens af. Dikke spiegel of niet? En komt er opeens een dikke spiegel omhoog. Ja, dat is toch mooi. Ik kom even kijken, ja. Nou, het zonnetje moet nog opkomen. Het is echt nog fucking vroeg, nog een beetje fris. En wat hebben we hier? Zo, dikke spiegel, gek. Het ziet er echt heel apart uit. Ja, lekker man. Grap, hoe kan dit nou weer? Ik weet het echt niet, man. Dit is echt onze beste sessie alle tijden op het kanaal, hè? Ja. En een spiegel. Nou, laat hem gelijk even zien. Zo fucking ziek gek. Spiegel op het kanaal. Pontje of 18. Ja, zoiets.
echt, je hebt gestreden. Ja. Die andere gasten zijn ook wakker, die hebben sowieso ook wat. Lekker. We gaan een foto schieten, dan mag hij weer zwemmen, hè? Ja. Je hebt er toch nog één in de sling zitten? Ja, ik heb ook daar nog één in de sling zitten. Is die groter dan deze? Maar er zit nog een vis in de sling, dus even snel zo. Kijk. Oh. Hij is wel gelijk weg. Hey, bij de release van die voorronde, dan ga je met je water krijgen, hè? En een nieuw record en een spiegel en nog een 20er. Goedemorgen, man. Tik hem aan, 6:30. Lekker, man. We gaan zo dik, jongen. En het is lekker weer ook. Gewoon lekker nog een nacht gaan. Ja, jongen. Wat een gekke huis. Zo, wat is er gebeurd, gek? Ja, dat heeft die vis dus ook veroorzaakt. Alles in de knoop, allebei de hengels op de kant. Maar we mogen niet klagen, hè? Ja, zeker. Zo, laat zien. Gek, alles in de knoop. Ach ja, hoort erbij, hè? Het is wel stil gebleven bij de andere gasten vannacht. Ja, man. Dus, happy days. We mogen niet klagen. We gaan zo meteen die andere vis even filmen. Ja, we zijn echt aan het strijden. Normaal gesproken hebben we de vloek van de Westlandse knollen. Zo noem ik het liefst. En dan vang je echt heel veel kleintjes en nooit een grote. En deze nacht, alles gaat perfect. Dus doe even een duimpje omhoog. 7:30 ochtends. En er is zo fucking veel activiteit. Morgen. Echt, ik weet niet wat de fuck. Ze zijn zo hard aan het paaien. Nog begin april, na 20 april of zo. En het gaat helemaal los hier. Kijk maar in. Ja hoor. Lekker brammetje! Lekker hoor. Hey, na al het harde werken moet het toch even gegeten worden, hè? Sowieso. En na het ontbijtje gaan we even die vis op camera zetten. Ja. Dan mag hij ook weer zwemmen. Ook een dikke, hè? Iets smakelijk. Zo, single puppy. Tegen het kantje. Over 1,5 uur moet ik naar werk toe. We gaan nog even proberen. Echt strak er tegenaan. Perfect, laat hem hebben. Hey Bram. Bram. Hey, ik moet werken zo, ik moet werken zo. Kom, ik moet even een half uurtje. Je hebt nog een mooie vis in de sling zitten. Hier ligt iets actief bijna in het water in. Even wakker worden, jongen. Kom, jochie toch. Kom. Hè? Ja, kom. Heb je zo slecht geslapen? Nee, kom. Kom nou je nest uit, jongen. Oh. Kom je nest uit, hoppakee. We gaan lekker die vis op de foto zetten en ik ga lekker werken. Hey. Nou, Brammetje ziet een beetje op tegen het emmertje water en tegen de vis. Want hij wil lekker slapen, omdat hij vannacht zo slecht heeft geslapen. En als je er nou niet uitkomt, ik trek je er echt uit, jongen. Ik moet echt werken. Ja. Ja? Lekker emmertje water, daar word je weer wakker van. Ja, daar is hij hoor, de man. Nummer 4. Nummertje 4, gek. 9 kilo'tjes. Wat een kanaalvis is dit, hij is echt fucking mooi. En wat was hij verschrikkelijk sterk. Hij was echt sterk. Kijk dan, wat een beauty. Punt gaaf. Laat de andere kant eens zien. Hij is gelukkig niet zo heel druk aan het zakken. Nee. Afkloppen. Kijk dan. Fucking ziek gek. Ai, we hebben mooie foto's geschoten. Hij mag zwemmen, hè? Sowieso, man. Lekker gewerkt, pik. Lekker. Yeah. Soms heb je van die dagen die echt lekker zijn. En dat is echt een mooi begin van de dag, dit. Ik mag namelijk een emmertje water over Bram heen gooien, omdat hij zijn PR vannacht heeft vervangen. We waren het bijna vergeten. Ja. Oh, nooit gaan staan met de vis. We waren het bijna vergeten. Maar nou, hier komt hij dan. Ik doe even die GoPro op mijn hoofd. Ik vind dat je zo wel een beetje ziet. Kijk, hier staat hij dan. Flinke jongen. Nou Bram, 18 pondjes? Nee, dat was... Nee, deze 18 pond, die van vannacht was 28,4 pond, hè? Ja. Nieuwe PR, ben je er blij mee? Ja. Lekker man.
Ah, lekker wakker worden toch? Ja, dat was het wel waard. Ja toch, lekker gewerkt. Nou, natte Bram. Hoe gaat hij dan? Hey, nummertje 4. Okay. Wat een nacht, jongens. Ja. Duimpjes omhoog voor natte Bram. Zo, het is 10 uur 's ochtends. Ik ben echt helemaal kapot. Weinig geslapen vannacht. Echt fucking goed gevangen voor op het kanaal. Nog steeds redelijk veel activiteit, maar ze happen niet echt. Ze zijn druk bezig met de daad. Het is allemaal tering 7 Bram, maar ik heb een beetje mijn spulletjes opgeruimd. Want ik ga er vandoor nu. Ik moet werken. Helaas pindakaas. Ik ga mijn hemeltjes misschien inhalen of ik laat ze inleggen. Even overleggen met Bram. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. 20.000 abonnees voor het einde van het jaar. Alle kopjes kaal. Scheermesjes kaal. Dus ja, wil je niks missen. Elke dinsdag een nieuwe video. Als ik terugkom van werk, dan gaan we nog een nachtje. Gaan we waarschijnlijk naar een andere stack. We hebben echt gestreden om deze video te maken. Want ik ga nu naar huis. Dan ga ik de beelden naar Chitten opsturen. Hij gaat hem editen. En vanmiddag staat hij online. Ik ga jullie zien, ja?